welkom bij deze nieuwe video. Jongens, wisten jullie dat DA huismerk make-up had? Dat wist ik niet, dat is mij nooit verteld. Hoe heb ik dat gemist voor de mensen die niet op de hoogte zijn van DA? DA is gewoon net als Kruidvat, Ethos, etc. En ze hebben hun eigen make-up lijn. Like, what the F? Ik was daarheen gegaan gewoon om een pakket te versturen. En mijn zus ging even naar de make-up. En toen had ik dus gezien dat ze hun eigen make-up lijn hebben. Dus ik heb alles besteld. Of ja, niet alles. Maar daar ga ik jullie zo wat meer over vertellen. En ik dacht, ik ga al deze make-up testen in een video. Want het is betaalbaar. En ik weet dat jullie daarvan houden. En ik als vooral betaalbare make-up reviewer dacht, ja, DA kan echt niet missen in mijn betaalbare winkels review video's. En om deze video wat extra leuk te maken, heb ik op het einde van de video ook nog wat nieuwe kleding die ik ga laten zien. Niet van DA. DA heeft geen kleding, toch? Tenminste, ik heb het niet gezien. Maar van Chicel, want ik heb daarvan ook een aantal kleding ontvangen. En ik dacht, die ga ik ook gelijk aan deze video knallen. Dus het is vandaag niet alleen make-up, maar ook kleding. Maar we gaan beginnen met al het make-up, want ik wil wat make-up hebben op mijn gezicht. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn twee video's in de week. En dan ga ik snel beginnen met deze video. Mensen, ik heb wel even een aparte ochtend gehad. Het is nu 10:10. Ik wilde een uurtje terug al deze video beginnen. Maar ineens moest Susu naar de dierenarts, mijn kat. Want zijn buik was een beetje opgezet. Hij had verminderde eetlust. Hij moest de hele tijd braken, maar er kwam niks uit, zeg maar. Kokhalzen. En ik dacht, dit is niet goed. Dus ik er daarheen. Ik moest er ook gelijk heen. Want hun hadden ook iets van, dit is niet goed. En het blijkt dus dat zijn blaas verstopt is. En dus echt helemaal vol zit. En het gaat er niet uit. En dat maakte hem ziek. Dus nou moet zijn blaas worden geleegd en gespoeld onder narcose. Dus dat maakt mij wel een beetje zenuwachtig. Maar ik word zo gebeld om te laten weten hoe het is gegaan. Dus oh, hopelijk gaat het gewoon allemaal goed. En ja, whatever. Dit gaat me ook weer 300 tot 500 euro kosten. Maar goed, ik heb elke euro voor hem over. Hij moet gewoon gezond zijn. Hij is pas 8 jaar, dus hij heeft nog zeker 8 jaar te gaan. Dus ja, ik ben een beetje, nou een beetje niet op mijn best. Ondanks mijn heftige ochtend gaan we het toch wel vandaag leuk maken met deze nieuwe make-up van DA. Oh my god. Ik heb ook expres de bon gehouden. Al deze make-up was in totaal 47 euro. Dat is echt niks voor als je ziet hoeveel make-up ik heb. Ik heb gewoon bekant een halve full face. Het enige wat ik niet heb gehaald is hun gezichtsproducten. Concealer en zo. Toen ik er zo naar keek, ik dacht, bam, eigen, er zijn maar like 4 kleuren. En ik vond het allemaal heel crappy uitzien. Ik wist al, ik ga dit helemaal niks vinden. Ik ga er niet eens aan beginnen. Dus dat heb ik vandaag ook al gedaan. Primer, foundation, concealer, poeder en neuscontour. En that's it. Voor de rest zit alles in deze zak. En ik denk dat we gewoon gaan beginnen met de ogen. Want ze hadden een aantal oogschaduwpaletjes. En de leukste vond ik echt deze. Dit is het DA Eyeshadow Palette in de kleur Summer. En hij was 9,99 euro. En dit was ook de laatste, terwijl er van de andere kleuren nog wel een aantal waren. Dus ik denk dat ik niet de enige ben die dit paletje er het beste uit vond zien. Kijk even hoe mooi al dat goud en zo. I love it, jongens. Ik ben gewond geraakt. Let niet op deze vinger. Ik heb me daar gesneden. Ik vind dit er echt prachtig uitzien. Als dit gewoon goed gaat aanbrengen, dan is dit echt een paletje die ik echt vaker zou gebruiken. Is ook een heel handig day-to-day paletje met de wat meer neutrale kleuren en zo. Dus ja, ik ben benieuwd. En vooral deze kleuren lijken mij zo mooi. Vooral deze in het mat. Kijk even hoe heftig. Oh, ze swatchen op zich ook wel goed. Voor slechts 10 euro, oké. Nou, laten we gewoon kijken hoe het gaat aanbrengen. Ik heb ook net op Instagram geplaatst wat er aan de hand is met Susu. En of iedereen voor hem wil bidden. En ik krijg echt de liefste berichten van jullie. Ik vind het zo lief. Als je mij hebt bericht, super, super bedankt daarvoor. Echt mijn kat, jullie weten als je mij volgt ook vooral op Instagram en Snap en zo. Mijn kat is echt mijn alles. I love him. Maar goed, genoeg over mijn kat. Ik ga beginnen met deze lichte matte kleur hier. Normaal gebruik ik mijn andere vinger, maar dit is een beetje een raar beeld. Dus dan maar dit. Oeh, het is wel poederig. Zie je dit? Er komt allemaal poeder overal. En deze kleur ga ik aanbrengen in mijn hele crease. Ik heb al geprimed met concealer. De kleur is wel echt heel mooi. I like it. Oké, dit vind ik echt al een prachtige kleur. Een beetje oranje-ish. Dan ga ik in met deze bruine matte kleur. En die gaat vooral zo hier in de buitenste hoeken. Dit wordt echt gewoon een hele simpele ooglook die gewoon heel draagbaar is. En die donkere kleur gaat dan ook een beetje op mijn onderste wimperrand. Dan pak ik deze gele matte kleur. En die wil ik ook een klein beetje aanbrengen op de onderste wimperrand. Om het een beetje gelig te maken ofzo. Oeh, die heeft ook echt heel veel pigment. Misschien iets te veel. Ik wilde het niet per se zo geel hebben daar. Ik ga weer een beetje van dat bruin terugbrengen. Ik wilde gewoon een beetje een gloed van geel ofzo. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ging met mijn kwasten in mijn oog. Oh my gosh. Beetje opruimen. Nou, nu eventjes 3 keer raden welke glanzende kleur ik ga aanbrengen. Of course, deze prachtige geel-gouden kleur. Oh, deze is zo mooi.
Kijk even dit. En dit matcht dan ook weer een beetje met dit matte geel hier zo beneden. Oh wauw, kijk even dit jongens. Dit is wel echt prachtig. Ik vond het paletje er al goed uitzien en ik hoopte dat de kwaliteit ook echt goed ging zijn. Maar tot nu toe is het allemaal echt best wel oké. Het is beter dan menig andere betaalbare paletjes die ik heb getest. Dan weer een beetje uitblenden bij de randen en met deze donkerbruine matte kleur voor een ombre effect, zeg maar. Het moet wel zo mooi in elkaar overgaan en niet zo'n harde streep zijn van goud en dan naar bruin. Het is wel een klein beetje poederig, dus ik zou niet al te veel blenden, anders blend je het gewoon weer weg. Dan pak ik deze wit geglanzende kleur in de hoek en die ga ik aanbrengen in de binnenste ooghoeken. Dit is echt de meest cliché ooglook die ik echt altijd maak. Maar dit is altijd gewoon de soort stijl die mij het beste staat. Een beetje onder mijn winkies. I love it. Dit ging echt beter dan verwacht, eerlijk gezegd. Het is niet... Ja, het is niet... Er had meer pigment kunnen zijn. Iets meer shebang. Maar ja, het is ook maar een 10 euro paletje met maar liefst 12 kleuren. Dus dat is wel heel goedkoop. Dus dat ik er al zoiets van heb kunnen creëren, is al knap. Dan heb ik ook een eyeliner. Dit is de DA Liquid Eyeliner in Black. En hij kost €3,99. Nou, deze vond ik er op zich ook wel gewoon goed uitzien. Kijk, dit kwastje. Het is zo'n flexibel kwastje, zeg maar. Dus dit vond ik er wel gewoon goed uitzien. Dus ik ben benieuwd of je ook gewoon goed aanbrengt. Goed zwart en goed mat. Wat is er met mijn stem? Ik word hees of zo, hoor je dat? Fantastisch. Oh my gosh. Deze had echt net zo goed gewoon €20 kunnen zijn. Echt super zwart. Hij droogt mat op. Hij brengt super makkelijk aan. En ook in zo'n hele mooie punt. Weet je waar die op lijkt? De Epic Wear van NYX. Het is echt een totale dupe van die. En hij kost een stukje minder. Obvious. Niet dat NYX heel veel is. Maar alsnog toch nog minder. Dus dat is nog beter. Slechts €4 jongens. Ik ben in shock. Hij is echt heel mooi en zo makkelijk in gebruik. I love it. Nou, de ooglook is helemaal af. Welke wimpers heb ik weer op? Mijn nieuwe fave van de Primark in de stijl 634. I love deze wimpers. Jullie gaan maar niks anders meer zien gebruiken. Nou ga ik beginnen aan de gezichtsmake-up. Er zijn nog een aantal dingen die ik niet op heb, zoals een bronzer. Helaas had DA geen huismerk bronzer, tenminste ik heb hem niet gezien. Maar ze hadden wel gewoon normale pressed poeders en ik dacht misschien dat ik dan die als bronzer kan gebruiken. Dit is de DA Compact Powder en hij kost €4,99. Nou, ik ben benieuwd. Het enige wat eigenlijk mis zou kunnen gaan is dat hij heel vlekkerig aanbrengt. Dus dat hoop ik niet. Ik heb hier de kleur... Ik denk dat de kleur 201 is, but I'm not sure. Ik vind hem er wel heel mooi uitzien. Heel warm, maar misschien is hij nou iets te oranje voor mijn huiskleur. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. Hij is in ieder geval wel mooi mat en daar hou ik van. Oh, de kleur is op zich wel oké. Oh, ik vind hem wel mooi. Hij blendt ook gewoon goed. Nou, ik denk dat ik het wel mooi vind hoor. Ze hadden best wel wat kleuren in tegenstelling tot de foundation en de concealer. Maar I like it. Het is wel gewoon oké. Het is mooi warm. Zien we dit? Heel mooi, ook zo hier op het voorhoofd. Dan gaan we verder met een blush. Dit is de DA Blush Powder en hij kost €4,99. Ook deze heeft weer geen kleurnaam en ik zie dus dat hier ook 201 op staat. Dus dat is vast niet de kleur, maar ik heb in ieder geval deze. Ik vond hem er heel mooi uitzien en ook heel mooi mat. Oeh, mooi. Jongens, het gaat vandaag echt goed. Ik had het zo niet verwacht. Ik weet ook niet waarom ik het niet had verwacht. Ik had misschien gewoon een slecht vooroordeel. Zo zien we dat die echt bijna gewoon nooit kloppen. Maar dit is echt prachtig. Ik heb ook een trucje geleerd. Als je de blush indept in plaats van veegt, is het veel mooier op je gezicht. Ik deed altijd zo dit en dan had ik zo'n lijn van blush. En ik had altijd al iets van, ik vind dat toch niet zo mooi. Maar nu ben ik er dus achter, als je het gewoon zo dept, dan heb je niet zo die lijn, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat is ook een handige tip voor jullie, mocht je dat nog niet doen. Mocht je ook iemand zijn die lekker zo veegt. Maar dit is echt een mooie blush. Goede pigment. Hij blendt gewoon goed. Je moet niet te veel aanbrengen. Ik heb hier al wat te veel aangebracht. Maar oké, ik moet nog leren. Maar dit is echt... Wauw. DA, you are killing it. Oké. En dan natuurlijk ook nog voor een prachtige glow een highlighter. Dit is de DA Highlight Poeder. En hij kost €5,49. Ook hierop weer geen kleur. I'm not sure. Maar ik heb gewoon een beetje de lichte vanille kleur, zeg maar. Ik hoop dat hij een beetje mooi aanbrengt en niet zo raar op de huid ligt, zeg maar. Hoe vaak zeg ik, zeg maar, de kleur is wel heel mooi. Ik ben niet zo'n fan. Ik vind hem wel mooi, maar hij is een beetje poederig of zo. Maar op zich is de kleur wel echt heel mooi. Ook een beetje op mijn neus. Misschien omdat ik dus die bronzer en die blush zo geweldig vond. En hierbij iets heb van, ik heb niet gelijk dat wow effect. Dat ik hem niet zo vind, maar hij is ook niet heel slecht of zo. Het is gewoon een moi. Het is gewoon...
Oké, dan hoppen we verder naar de lippen. Voor de lippen hadden ze echt een aantal verschillende producten en ik heb ze allemaal gehaald. We gaan beginnen met het lippotloodje. Dit is de DA Lippenstift Potlood en die kost €4,99. Zo'n lippotloodje, zo'n dikke grote, is altijd super, super handig. Want je brengt het gewoon aan en je bent klaar. Volgens mij is hij ook gewoon mat. Staat hier wel een kleur op. Hij is waterproof, vegan en heeft een silky matte finish. Oké, laten we even de kleur kijken. Oeh, hij voelt heel fijn aan en de kleur is ook heel mooi. Fantastisch. Fantastische kleur, brengt lekker makkelijk en snel aan. Hij heeft een matte finish, maar hij voelt gewoon zacht en inderdaad gewoon echt silky aan. Kijk hoe snel het ging. En het is zo makkelijk gewoon mee te brengen in je tas om bij te werken. Ik vind dit soort dingen altijd zo makkelijk in plaats van allemaal te lopen handelen met 3 producten voor je lippen. Dan gaan we naar een lipgloss. Dit is de DA Volume Lip Gloss, €3,99. Er staat heel de tijd een langer getal op en ik denk dat dat de kleur is. Dus dit is dan denk ik de kleur 367204. Ik vind dat ze dat wel een beetje missen. Misschien gewoon een leuke kleurnaam of zo. Dat ik het überhaupt kan beschrijven of zo. Maar goed, ik heb dus deze beetje lichte rozige nude gloss gehaald. Oh, nou heel nude is hij niet. Hij is best wel fel roze. En het is een volume gloss, dus ik ben ook weer benieuwd. Oké, op zich is het wel een nude voor echt een hele lichte huidskleur. Ik kan hem ook wel gebruiken met een iets donkerder lippotloodje. Hij brengt wel een beetje goedkoop aan. Je hebt wel echt gewoon gelijk door van oké, het is iets goedkoops. Of je nou echt plumping is of volume geeft, echt totaal niet. Nee, het is niet mijn fave. Als je echt iets goeds zoekt, deze van Essence. Als ik hem kan pakken, deze zijn echt fantastisch. Dit is een echte goede betaalbare gloss. Dit niet per se. En dan het laatste is een normale lipstick. Dit is de DA Lipstick en hij kost €3,99. Deze heeft wel een kleur. Dit is de kleur 20 Hot Lips. Dus deze heeft ineens random wel een kleurnaam ook. En ik dacht, ik heb nou 2 nudes. Laat me ook gaan voor iets fels. Dus deze leek mij heel mooi. Hij is gewoon echt felrood. Ja, het is gewoon een normale felrode lipstick. Niet helemaal mat, maar een beetje... Ja, gewoon een naturel finish. Ook niet heel glanzend, lijkt mij. Ook deze is mooi, jongens. Het is gewoon een klassieke, normale, oldschool lipstick. Niks raars, niks extra's, niks minders. Het is gewoon zo'n normale, klassieke lipstick. In een hele mooie, klassieke, rode kleur ook. Dus ik vind hem deze hele look ook heel mooi, klassiek en classy maken, zeg maar. Ik vind dit echt heel mooi. Hij is niet mat, dus hij geeft wel af. Dus als je gaat eten of whatever, haal het er even af. Of op zijn minst, let een beetje op. Dat doe ik altijd. Ik haal hem er niet helemaal af, maar ik let wel op. Iets wat ik altijd meeneem is mijn lipproduct. Dus wat ik ook op heb die dag. Dat zit altijd in mijn tas om bij te werken. Want niks blijft echt de hele dag goed zitten. Wat de claims ook zijn. Dus ik heb altijd wel iets van een lipstick bij. Maar dit is echt heel mooi. Dit heeft de look echt zo naar een meer extra classy level gebracht. I love it. Ik heb lekker veel pigment. Oké, en dan last but not least. Een fixing spray. Dit is de DA Hydrating Fixing Spray. En hij kost €4,99. Oké, deze moet dus hydrateren. Ze hadden ook nog een andere. Maar ik ga altijd voor iets wat hydrateert. Want dat vind ik altijd het mooiste effect. Veel te agressief. Jongens, ik ben die agressieve sprays echt helemaal zat. Hoe moeilijk is het om gewoon een spray te maken met een zachte mist? Wat gewoon zo lekker op je huid zachtjes valt. Oh my gosh. Maar goed, ik vind het effect wel mooi. Los van de agressiviteit. Nou, dan is nou het make-up gedeelte van de video klaar. Het ging echt best wel goed. I like it. Nou is het tijd voor kleding. Ik heb hier een zak vol met kleding van Chiquelle. www.chiquelle.com. Ik heb het al vaker gehad over Chiquelle. Chiquelle is echt een goed kledingmerk. Je hebt het ook gewoon binnen 1 tot 2 dagen binnen. En de kwaliteit is ook heel goed. Het is niet super goedkoop. Ook niet heel duur. Beetje gewoon normale prijzen. Maar de kwaliteit is daar ik persoonlijk altijd wel weer van versteld. En ze hebben echt leuke kleding. Ik heb dus 4 kledingstukken gratis ontvangen, maar ik heb ze wel helemaal zelf uitgekozen. En ik ben benieuwd, want ik heb het al eventjes binnen, dus ik weet niet meer precies wat ik heb besteld. Maar ik ga het vandaag jullie laten zien en ook aandoen. En ik heb ook een kortingscode voor jullie, staat hier en beneden in de beschrijving. Die is wel slechts 5 dagen, dus je moet snel zijn als je hem wilt gebruiken. Ja, ik ben weer echt benieuwd, dus laten we het doen. Als er 2 dingen zijn die mij enthousiast maken, is het make-up en kleding. Oké, we gaan beginnen met het eerste wat lijkt op wat ik nu draag. Deze is ook van Chiquelle trouwens. Deze heb ik in een andere video laten zien. Super warm en ook lang. Valt echt helemaal over de kont. I love it voor de herfst en de winter. En ik heb hier dus eigenlijk iets wat er een klein beetje op lijkt. Alleen een beetje een andere beige kleur. En hij is ook niet zo lang en groot. Dit is gewoon een beetje een oversized trui. Ik heb hem in maat XS.
S. Ik moet zeggen, af en toe vallen de maten een beetje klein, maar af en toe ook goed niet. Dus het is af en toe echt een gok welke maat ik moet hebben. Ik heb gewoon altijd normaal maat S en af en toe maat M. En deze was dus waarschijnlijk een XSS of ML. En dan ga ik vaak voor XSS als het de trui is. Broeken niet. Broeken echt M of L. Maar deze vond ik er zo mooi uitzien en de kwaliteit is ook weer super goed. Lekker dik. Hij heeft een klein beetje stretch, niet al te veel. En de kleur, zo'n mokka kleur. Ja, daar hou ik gewoon van. Zo als je kunt zien vandaag ook weer met alle kleuren hier. Ja, ik ben heel benieuwd hierna. Deze is leuk voor op een jeans of zo. Dat leek mij gewoon wel echt heel leuk. Nou mensen, dit is dan de trui. Ik vind hem echt super cute. Hij valt net over de kont. Ja, of ja, niet helemaal. Dan moet je denk ik een maat groter doen. Maar hij valt een klein beetje over de kont. Zeg maar iets over de helft. Ik vind hem echt heel mooi. Ik vind de kleur ook echt super mooi. Heel mooi zo bruinig. I like it. Echt ideaal voor herfst en winter. En gewoon lekker wijd. En je hoeft niet allemaal je buik in te houden en zo. Hij doet verder niet heel veel voor mijn figuur. Want hij is gewoon wijd, obvious. Maar ik vind hem wel echt heel leuk. En super warm en makkelijk. En gewoon ideaal als je gewoon makkelijk snel er leuk uit wilt zien. Dan heb ik ook iets in het zwart. Shocking. Ik die zwart draag. Dat is geen shock voor helemaal nobody. En dit is een normale, eigenlijk zwarte top. Maar hij is zo apart gekruist bij de boobies. Kun je het zien? En dat vond ik dus wel heel leuk. Deze heb ik in maat medium. Dus ik ben een maatje groter gaan. Want ik had het gevoel dat dit ook klein zou uitvallen. En als ik er zo naar kijk, denk ik ook dat ik de juiste beslissing heb gemaakt. Het is zo van een stretchy badpak materiaal. Zeg maar niet zo dik als die andere. Maar wel net zo mooi. En ook weer heel mooi. En ook een beetje sexy classy, zeg maar. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dit in mij gaat staan. En ook echt te combineren met van alles. Een rok, een broek. Het maakt echt niet uit. Deze trui is ook echt super simpel. Maar wel heel leuk. Vooral zo met deze strik hier. Dat vind ik echt heel leuk gedaan. En dit is zo een beetje schuin naar links. En dat vind ik ook iets heel unieks. Hij maakt mijn figuur ook heel mooi slank. Of ja, hij sluit gewoon zeg maar zo mooi aan mijn lichaam. En dat vind ik wel fijn. Dat het laat mij niet zo dik eruit zien, zeg maar. Ja, ik vind hem leuk. Gewoon simpel. Maar toch wel cute zo met deze strik. Dan ben ik gegaan voor twee producten die ik met elkaar wilde matchen als één outfit. En ik ben gegaan voor grijs. Ik ben een beetje into grijs. Ik was nooit zo van grijs, maar nu wel. En ik ga beginnen met de top. En gewoon een dood normale grijze kooltrui. Als er iets is wat ik vaak draag in de winter en herfst, is het wel zoiets omdat het gewoon makkelijk te combineren is met van alles. En het gewoon altijd wel goed is. Ik heb hem in one size. Het is gewoon één maat voor al. En dat is dan meestal maat S, M en L. Dus ja, ik vind hem er wel gewoon goed uitzien. Gewoon makkelijk. En ja, er is eigenlijk niet echt heel veel over te vertellen. Het is gewoon een simpele grijze kooltrui. En dat leek mij dus heel leuk met deze meer donkergrijze rok. Ik ben altijd zo bang met rokken online. Want ik weet nooit of mijn heupen en alles erin gaan passen. En vaak is het ook echt gewoon te kort en zo. Maar goed, we'll see. Ik heb hem in maat M en ik doe altijd wel rokken maat M. Want vaak is gewoon maat S gewoon echt te kort. En dat is gewoon niet zo handig als je heupen en zo hebt als mij. Maar dit vond ik dus heel, heel leuk. I love dit. Dus samen met deze leek mij dit echt de ideale grijze look. En dan misschien met een panty en boots voor in de herfst. Om het echt als een winter-herfst outfit te dragen. Is het herfst? Het is winter. Ik zeg heel de tijd herfst, maar het is gewoon full-blown winter. Maar jullie begrijpen ook wat ik bedoel. Dus dit leek mij wel leuk. En dit is voor mij qua kleuren en alles ook wel een beetje een out of my comfort zone look. Dus ja, ik ben benieuwd. Oké, mensen. Ik denk dat ik toch over aan rokken in maat S doe. Want deze is ook weer veel te groot hier bij mijn buik. Voor de rest vind ik hem wel heel leuk. Zeg maar als hij strak zat. Wacht, ik hou hem even vast. Kijk, zo had hij moeten zijn. Dan was het echt een super cute outfitje geweest. Deze trui is ook echt fantastisch. Hij is niet te lang. Hij stopt al hier, zeg maar. Dus ik vind dit wel echt heel leuk. Maar nogmaals, hij is echt te groot. Misschien kan ik hem kleiner laten maken of zo. Hij is op zich ook wel lang genoeg. En met een panty is het echt heel leuk voor in de winter. Dus ja, ik vind hem wel leuk. Alleen ja, ietsje te groot helaas. Maar voor de rest wel echt goede kwaliteit. Hij heeft wel geen stretch. Dus je moet wel opletten. Er is geen stretch. Maar als ik hem gewoon kleiner laat maken zo, dan is het echt super duper cute. Nou mensen, het ging goed hè. Ik had het niet verwacht. Het ging echt veel beter dan verwacht. Ik vind DA echt zwaar ondergewaardeerd. Want het heeft echt best wel oké make-up voor die lage prijzen. Je hoort toch altijd vooral iets meer over kruidvat, ethos. En de rest is altijd een beetje van ja, extra erbij. Maar deze make-up, er zitten echt een aantal winnaars bij. Zoals absoluut deze lipstick pen. Deze is echt wauw. Zo makkelijk, zo snel. I love it. Deze lipstick ook. Maar deze is nog makkelijker. En niet te
even vergeten. Deze geweldige eyeliner. Ik denk dat van alles wat ik vandaag heb gebruikt, ik deze echt het beste vind. Dus echt, echt goede, hoge kwaliteit. En ik had er ook echt zeker 20 euro of zo voor betaald. Het enige vandaag wat ik iets minder vond, ook niet echt per se slecht eigenlijk, maar vergeleken met de rest staan deze twee wel echt onderaan. En dat is de oogschaduw en de highlighter. Die zijn wel een beetje dat ik denk van ja, oh. En de gloss ook. Trouwens, deze drie staan een beetje onderaan. Nogmaals, alle drie niet per se echt slecht of zo. Maar niet zo goed als de rest naar mijn mening. En de blush en de bronzer ook echt wauw, jongens. Ga even naar DA als je er eentje hebt in jouw stad. Ik ben gegaan naar die gewoon in mijn stad waar ik woon in Tilburg. Bij Bart van Peltplein, als ik het goed zeg. Daar heb ik al deze make-up gehaald. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video en het weer leuk vonden. Let me know in de reacties wat je ervan vond. En wat voor video's je nog meer zou willen zien op mijn kanaal. En of ik misschien meer betaalbare brands gewoon helemaal niet heb gezien. Zoals DA, die bestaat al 100 jaar en ik wist er gewoon niks van. Dus let me know in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Geniet like en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld om te gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!